door met het nieuws. Dronten wil van haar inwoners weten wat ze willen in de toekomst. Ja, daarom staan er 6 avonden op het programma waarop je mee kunt praten over de groei van de gemeente. Wethouder Peter van Bergen, daar praten we over. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan wordt er gezegd, praat mee over de groei. Maar als ik nou zeg van, ik wil helemaal geen groei, kan dat ook? Tuurlijk. Het is, maar goed, het is denk ik ook wel goed even dus aan te geven. Het gaat over de ontwikkeling van Dronten in de komende jaren. En het gaat dan ook over meer dan alleen maar groei of over wonen. Het gaat over alle opgaven waar we voor de komende periode voor staan. Het gaat over de toekomst van het landelijk gebied. Het gaat over wonen, het gaat over zorg. Maar natuurlijk ook over wonen. En als iemand aangeeft, ik vind het rond de groot zat zo. Nou, dat is dan het begin van het gesprek om ook te achterhalen van ja, wat vinden die inwoners dan belangrijk voor de ontwikkeling van Dronten? Want als je niet wil groeien, ja, dan moet je bijvoorbeeld ook het gesprek hebben over, er zijn ook een heleboel mensen die zoeken naar een woning. Hoe ga je dat oplossen? We zijn op zoek naar meer draagvlak voor onze voorzieningen. Ja, daar zul je dan ook het gesprek over moeten hebben. Dus het gaat niet zozeer om het statement, maar meer ook om het gesprek wat na het statement volgt. Ja, er zijn een heleboel mensen, dus zegt u, die zijn op zoek naar woningen. Die komen ook veel van buiten Flevoland. Toeval wel dat gisteren minister De Jonge van Volkshuisvesting in onze provincie was. En die heeft gepraat met bestuurders in Flevoland over 100.000 woningen erbij. Dan moeten ze ook een groot deel naar uw gemeente, dus naar Dronten. Nou, een groot deel. In ieder geval, we hebben in ieder geval van al een aantal jaren geleden aangegeven, naar aanleiding van de motie Koerhuis, dat we daar een bijdrage aan willen leveren. En daar zijn we in het kader van de strategische agenda Flevoland, hè, vandaar was minister Hugo de Jonge ook op bezoek, zijn we daar ook gezamenlijk met de provincie en de andere gemeenten aan het kijken wat voor bijdrage Flevoland daarin kan leveren. Maar goed, dat is een bijdrage van Flevoland. Maar aan de andere kant wordt natuurlijk ook gekeken, wat kan het Rijk voor ons doen als het gaat om werkgelegenheid, om bereikbaarheid, maar ook bijvoorbeeld om gezondheidszorg. Dat zijn wel dingen die horen bij een regio die groeit. Ja. Juist. Meerdere bijeenkomsten dus. Gisteravond was de eerste. Hoe ging dat? Ja, gistermiddag was de eerste sessie op Ketelhaven. Het was een erg leuke sessie waar ook leuke gesprekken waren. En enkele tientallen inwoners van Ketelhaven die hebben ook de moeite genomen. Nou ja, goed, voor een kern van ruim 500 inwoners vind ik dat een mooie opbrengst. Ja, en wat was een beetje de teneur? Wat we toch al merken, dat duurzaamheid is een belangrijk thema. Duurzame energie en ook natuurontwikkeling. Dat zijn wel... Ik heb natuurlijk niet met iedereen kunnen spreken, maar dat is dan wel een beetje de rode draad die ik uit de gesprekken heb gehaald. Ja, vanavond is Zwifterband aan bod. Verwacht u vanavond typisch Zwifterbandse zaken die aan de orde komen? Ja, wat zijn dan typische Zwifterbandse zaken? Maar ik laat het gewoon. Ik wacht gewoon af waar de inwoners mee komen. Ik hoop vooral op een goede opkomst, maar vooral ook op goede gesprekken over de ontwikkeling van Dronten. En dus ook over de ontwikkeling van Zwifterband. Ja, dan kunnen wel wat meer mensen op afkomen, neem ik aan. Het is een groter dorp dan Ketelhaven. Wat denkt u vanavond in Zwifterband? Ja, kijk, als ik uitga van de opkomst gistermiddag, dan zouden we een paar duizend mensen mogen verwachten. Ik denk niet dat er komt, maar goed, laten we eerst zorgen dat we gewoon goede gesprekken hebben met veel inwoners. En hoeveel? Nou, het gaat vooral om de kwaliteit van de gesprekken. Daarom. Ik wou nog even terug naar de kern Dronten. Dat is natuurlijk het grootste van de gemeente. Heel lang geleden heeft Dronten gediscussieerd over de vraag, welke kant gaan we opgroeien, naar het westen of naar het oosten? Nou, het werd westen, dat is nu de Gilde. Dan stapt u toch bij de volgende fase de Bidding Ringweg over voor een wijk ten oosten van Dronten? Ja, de uitbreiding van Dronten zal in deze fase nog niet het hoofdonderwerp zijn, maar zal ongetwijfeld ook, als we het hebben over de ontwikkeling van Dronten, aan de orde komen. Want na afronding van Dronten West, wat bijna klaar is, heeft Dronten geen uitbreidingslocatie meer. En dan is de uitbreiding oost is één van de opties. Maar er zijn ook andere opties. Juist, komt allemaal aan de orde dus deze week bij uw bijeenkomst. De wethouder Van Bergen, dank voor uw vooruitblik. En wil je meer informatie over het aanmelden, kan op dronten.ikpraatmee.nl/dronten. Nou, die URL die komt straks op omroepflevoland.nl. Die was een beetje slecht. Bedankt.